Schoonmakers NS-station in staking. Bestuur N1 stapt op en zondag bakfietsendag. Dit is het NE-nieuws van donderdag 10 april. Volgens het CBS leeft 79% van het schoonmaakpersoneel onder de armoedegrens. Ook in Nijmegen zijn schoonmakers van de NS ontevreden over hun arbeidsomstandigheden en de manier waarop ze worden bejegend. De onderhandelingen van de afgelopen maanden hebben volgens hen te weinig resultaat opgeleverd. Maar wat hopen ze met de demonstratie te bereiken? Nou, er zijn onderhandelingen geweest over een nieuwe CAO in de schoonmaak. Die zijn op het moment, liggen die stil, die onderhandelingen. Ze hebben 5 maanden niet willen praten, de werkgevers. En dus wordt het nou tijd voor actie, om ze gewoon te laten doen wat wij willen. En wat wij willen, dat is 50 cent per uur erbij. 69% van de schoonmakers die leeft onder de armoedegrens. Dat is een onafhankelijk onderzoek geweest van het Centraal Bureau voor Statistiek. En wij vinden, we hebben recht op een normale loonsverhoging, een fatsoenlijke loonsverhoging. En daarbij een belangrijker punt nog, dat is het tegengaan van het pesten van zieke schoonmakers. Zieke schoonmakers worden gestraft. Ze krijgen 2 dagen niet betaald. Dat vinden wij onacceptabel. Dat moet gewoon veranderen. Hebben jullie hier al een reactie op gekregen van de NS? Een NS-bonds van Netrain, een hoge Piet, die sowieso na eerdere acties was hij enorm kwaad. Die heeft dus de bond gebeld en zegt dit kan niet. Nou, wij vinden het eigenlijk alleen maar prima. Wij hopen dat zo iemand naar de werkgeversorganisatie gaat, naar de OSB. En dan zegt van jongens, kom toch tegemoet aan die eisen van die bond. Maar we willen gewoon eventjes laten merken van jongens, we zijn er nou een beetje beu. Zelfs hier, de dames die lopen hier op het station te werken, die mogen geen bak koffie pakken, mogen geen gebruik van de wc maken, moeten naar de overkant. Dat is dan een voorziening van de HAGO zelf, van de HRS. Maar als je dat moet doen, dan moet je 2-3 treinen missen. Nou, dat hebben ze ook niet graag natuurlijk. Schoon genoeg, schoon genoeg, schoon genoeg. Heeft u iets gemerkt van de stakingsactie van het schoonmaakpersoneel? Ja, het viel mij op dat er inderdaad wat meer rommel in de trein is dan normaal. En normaal gesproken zijn treinen natuurlijk schoon, met name 's ochtends. Ja, dan valt me dat op. Je ziet heel vaak dat mensen onder in de laagste banen uitgeknepen worden. En dat er dan de directeuren boven zitten met dikke salarissen. En in die zin vind ik het een goede actie dat de schoonmakers voor hun rechten opkomen en een betere CAO eisen. In de meivakantie gaat de gemeente op het kruispunt Groenestraat-Muntweg-Wezenlaan in Hazekamp verkeersgeleiders en vrijliggende fietspaden aanleggen. Fietsers kunnen dan veiliger oversteken. Ook worden de verkeerslichten gekoppeld aan die van het kruispunt Groenestraat-Dobbelmanweg, zodat de verkeersstroom verbetert. Het werk vindt plaats van zondagochtend 27 april tot en met vrijdagochtend 2 mei. Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer worden omgeleid. Het bestuur van N1 heeft woensdag aangegeven zijn functie neer te leggen. In een brief aan de medewerkers verklaarde het bestuur dat de ontstane vertrouwensbreuk tussen bestuur en medewerkers voor een onwerkbare situatie heeft gezorgd. De breuk volgt op het eerder aangekondigde vertrek van hoofdredacteur Arnold Tankus, die zijn afscheid voorlopig heeft uitgesteld. Tankus respecteert het besluit van het bestuur en geeft aan blij te zijn dat de rust binnen de omroep hiermee is teruggekeerd. Het ziet er een beetje armzalig uit, maar daar komt nog verandering in. De donkere sokkel op plein 44 van Belgisch Natuursteen wacht nog op het 5 meter hoge beeld dat hij mag gaan dragen. Het beeld gedenkt de gesneuvelde militairen uit het Rijk van Nijmegen. Het monument stond tot eind 2009 al op plein 44. Daarna is het weggehaald vanwege werkzaamheden. De gemeente heeft binnen de budgetten van cultuur en cultuurhistorie het benodigde geld bijeen weten te krijgen voor de restauratie en voor het laten vervaardigen van een replica in brons die rond mei geplaatst zal worden. Het originele werk is recentelijk gerestaureerd en kan niet meer buiten staan en zal worden opgeslagen in een depot van de gemeente. Aankomend weekend vindt in de Vaassem het bakfietstreffen plaats. De bakfiets is in de afgelopen jaren enorm in populariteit gestegen en op zaterdag komen ondernemers van over de hele wereld elkaars fietsen en toepassingen bekijken. Op zondag is er tijdens het festival Vaassem Nu voor het publiek ruimte om de fietsen te bezichtigen. Dit weekend vindt in de Vaassem het International Cargo Bike Festival plaats. En dat is een bijeenkomst van allerlei mensen die beroepsmatig bezig zijn met bak- en transportfietsen.
En het leuke is dat het, kijk, we noemen het International Cargo Bike Festival en dat klinkt groots, maar het is ook daadwerkelijk een internationale bijeenkomst. Er komen mensen uit 25 landen, heel veel uit Europa, maar ook uit Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland. Er komt ook iemand uit Ghana. Nou, dat is eigenlijk best wel ongekend en ik moet zeggen dat ik daar zelf ook wel erg verbaasd over ben dat het zo'n succes wordt, want dit hadden we gewoon helemaal niet verwacht. Wat zijn bepaalde verschillen? Wat voor soort bakfietsen heeft u hier allemaal? Er zijn gewoon ontzettend veel soorten bakfietsen. Je begint al met het aantal wielen. Er zijn bakfietsen met twee wielen, met drie wielen, met vier wielen. Ja, je hebt bakfietsen met de bak voor of met de bak achter. Het parkeren in de steden wordt toch steeds moeilijker. Het is vrij duur. En als men eenmaal geprobeerd heeft om dat met een bakfiets te doen, dan is men meestal heel erg enthousiast. En dan willen ze dat ook... Dan komen er andere toepassingen eigenlijk zien het daglicht. Wat voor activiteiten hebben jullie in het Vasum gepland? Er is theater, muziek, allerlei optredens van bands. En de hele catering wordt verzorgd door bakfietsen. Een pizza oven bakfiets, een champagne en oesterbar bakfiets. En we beginnen zondag ook natuurlijk nog met de bakfietsparade. We komen om 11:30 ochtends bij elkaar op de Grote Markt in Nijmegen. En dan om 12:00 starten we met een tochtje door de stad richting de Vasum. En daar begint dan het bakfietstreffen. Mensen die naar de Vasum mee willen fietsen zijn nog van harte welkom. Het weer in het Rijk van Nijmegen vanuit het Wedrenpark. Vrijdagochtend hangt er nog een dik wolkenbed boven Nijmegen. Maar in de loop van de middag en de avond kunnen er klaringen ontstaan. Het blijft erbij droog. De maximale temperatuur ligt rond de 15 graden bij matig noordenwind. In het weekend neemt de bewolking iets af en zal de zon doorbreken. Zondag neemt de kans op een kleine bui wel iets toe. De temperatuur in het weekend zal overdag een graadje lager uitkomen. Maar in de nacht zal het merkbaar frisser zijn. En de spreuk van de dag is: noordenwind in april en mei maakt augustus en september blij. En tot zover het NE Nieuws. Zometeen kunt u na het hele uur nog kijken naar de eerste aflevering van Cinema Go Short en het programma Buurten. En na het half uur kunt u kijken naar Campus in Beeld. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.